U doet iets met RWS dat voor mij helemaal nieuw is, afwatering. Maar wat is dat precies? Nou, afwatering, dat is eigenlijk zorgen dat het water wat op het oppervlak is, of het nou binnen is of een buitengebied, zo snel mogelijk op een veilige, schone manier in het riool te kunnen krijgen. We kennen binnentoepassingen en buitentoepassingen. Buitentoepassing is het vaak in combinatie met een RWS-rooster of een RWS-sleufrooster. Met een betonnen of een polymeerbetonnen ondergoot. En praten we over de binnenriolering, ja, dan is het vaak compleet in RWS, omdat het vaak eisen gesteld worden aan de hygiëne. En kunt u wat voorbeelden noemen? Het toepassingsgebied voor binnen is vaak de zuivelindustrie, de melkindustrie, bierbrouwerijen, grootkeukens, slachterijen. Ja, overal eigenlijk waar afvalwater komt, wat je op een veilige, schone manier moet afwateren. En welke legeringen worden gebruikt en waarom? Het meeste wat toegepast wordt is AZ304. Dat is het makkelijkste te bewerken. Je kunt dat ook met grotere zettingen kun je dat zetten zonder dat er haarscheurtjes optreden. De lasmethode is ook wat gunstiger. Je kunt het makkelijker lassen zonder dat daar ook weer problemen mee zijn. Het enige nadeel van dat AZ304 is dat het niet echt zoutbestendig is. Dus met name in de zoutomliggende omgeving is het wat lastiger toe te passen. Dus zouden we ergens wat van uw projecten kunnen zien? Dit soort projecten kun je tegenkomen bij de grootkeukens, bij diverse hotels. Maar we hebben ook in het buitengebied, in de gemeente Den Haag bijvoorbeeld een groot voorbeeld. Daar ligt een heel groot met RWS sleufopzetstukken met een betonnen ondergrootconstructie eronder. U bent er vast heel erg trots op. Ja, heel trots. Ja. Heel veel tijd en energie gestoken en daar zijn we ook heel trots op. Ja.